Ik ben Koop van Herwegen en samen met mijn vader heb ik 5 jaar onderzoek gevoerd naar het meisje met de V-vingers, naar Suzy Wandas, België's grootste vrouwelijke goochelaar. Suzy Wandas is geboren op de Fore, eigenlijk op de kermis, in 1896 te Brussel. En heeft daar haar eerste stappen in die showbizwereld ook gezet, op de kermis. Toen waren er veel kermistheaters en haar vader had een goocheltheater samen met zijn halfbroer. Nu, ze is uiteindelijk doorgegaan met haar moeder en haar zus, want vader is gestorven. Ze zijn dan naar Frankrijk gegaan, naar Italië. Daar zijn de Wanda Sisters ontstaan, een duo-act van moeder en dochter. Maar Suzy bleek zo sterk te zijn dat ze alleen verder is gegaan uiteindelijk, want de moeder kon het talent niet bijhouden. En ze is bekend geworden in Europa. Ze kreeg de bijnaam de dame met de V-vingers, omdat ze alles zeer slow motion en magisch deed. Het was de Marilyn Monroe van haar tijd. Ze gaat naar Duitsland, op een gegeven moment zit ze in Engeland en daar wordt ze ontdekt door enkele Amerikanen die haar natuurlijk dan ook naar Amerika brengen, waar ze de liefde van haar leven tegenkomt, op oudere leeftijd al. Ze trouwt nog in België, maar ze vertrekt naar Amerika, ze laat hier alles achter. En daar heeft ze de mooiste jaren van haar leven samen met dokter Zina Bennett, tot hij komt te overlijden en Suzy er alleen voor staat in een vreemd land. Maar de goochelwereld omarmt haar, omdat het een manipulatrice was. Ze liet objecten verdwijnen en verschijnen aan de toppen van haar vingers. En ze zijn haar zeer erkentelijk, want ze krijgt haar eigen naam, eigen dag liever in Detroit. Ze wordt opgenomen in de Magic Hall of Fame. En ze krijgt de Performing Fellowship Award from the Academy of Magical Arts, eigenlijk de Oscar voor de goochelkunst. En moe, maar zeer tevreden en trots, slaapt ze hier op 90-jarige leeftijd. Ja, we hebben 5 jaar onderzoek gevoerd, voornamelijk eerst in België en Europa, maar we voelden toch dat we ook naar Amerika moesten gaan. Want als je een verhaal vertelt van iemand die in Amerika ook zijn of haar ding heeft gedaan, dan moet je daar onderzoek gaan voeren. En dan goed dat we dat gedaan hebben, want we zijn naar het Museum of Magic geweest in Michigan en daar hebben we meer dan 500 originele brieven van Suzy ontdekt. Brieven die in Europa anders nooit aan het licht waren gekomen. Vandaar dat het essentieel is van als je onderzoek voert naar een persoon die heel de wereld heeft gezien, dat je zelf ook wel een beetje in die voetsporen gaat treden en de wereld zo ontdekt. Ja, het onderzoek is afgerond, het boek is uit. Dat betekent niet het einde. Het boek is uitgekomen in België en in Nederland. Deze zomer komt het ook nog in Amerika uit. Daar zijn we zeer blij mee. Maar er is meer, want ze wordt opgenomen in het programma Meer Vrouwen op Straat. Dat eigenlijk ervoor wil zorgen dat er meer straatnamen naar vrouwen worden genoemd. En zo krijgt ze waarschijnlijk haar eigen school in Brussel, het Suzy Wandas College of zo zal het dan heten. Maar er is nog meer, want Else Schepper is zo enthousiast over dit verhaal en deze vrouw, dat ze er een musical wilt over maken. En ondertussen vragen er ook al mensen naar de filmrechten. Dus heel de wereld gaat Suzy Wandas voor een tweede keer leren kennen.